Dordrecht, stad in oorlogstijd. Dit is de titel van het nieuwe boek met oorlogsherinneringen van Dordtenaren. Het bijzondere is dat we mensen hebben gesproken die het zelf hebben meegemaakt. Dus echt uit de eerste hand. En dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ik had gedacht dat de verhalen van verderop in de familie zouden komen. Maar niet van de mensen die het echt met eigen ogen hebben gezien. En die zelf de oorlog hebben meegemaakt in de Dordtse straten. En die straten die zien er nu heel anders uit dan toen natuurlijk. En daar hebben we ook heel veel afbeeldingen van. We hebben veel foto's gekregen van die mensen die we in het boek mochten plaatsen. En ja, dat heeft geleid tot een hele bijzondere publicatie eigenlijk. Een van de verhalen is van Dordtenaar Jan het Hart. Mijn vader die is in de eerste oorlogsdagen door de Duitsers meegenomen. Met andere mannen uit de Glazenstraat en via de Schravendeelse dijk naar het centrum gevoerd als schild voor die soldaten uit. En toen zijn ze opgesloten in school met de Bijbel aan de straatweg. Die is afgebroken. En daar zijn ze gesneuveld door Nederlands vuur. Die school is beschoten uit Schravendeel vandaan met geschut. En daar zijn die mensen gesneuveld van Zanten en Boer en mijn vader. Kees het Hart. Ik was nog 14 jaar en het is mijn hele leven is dat is tragiek. Dat raak ik nooit meer kwijt. Het is eigenlijk denk je er dagelijks aan. Hoe oud de herinneringen ook mogen zijn, volgens Lensink zijn de verhalen correct. Wij hebben geen research gedaan op een paar kleine dingetjes na. Wij vinden het namelijk, in dit boek het gaat echt om de herinneringen. En als iemand zich nu, 70 jaar later, nog iets herinnert, dan zegt dat iets over wat dat met hem gedaan heeft. En die persoonlijke beleving, dat vonden wij veel belangrijker dan de vraag of het wel helemaal 100% correct is. Als je dat wil weten, dan zijn er genoeg andere boeken, dan zijn er archieven vol met feiten. En daar heb je dit boek niet voor nodig. Dit gaat om de beleving van de mensen. En dan vinden wij het niet zo belangrijk of een bepaald luchtafweergeschut nou op pleintje A heeft gestaan of op pleintje B. Dat zijn bijzaken. Dat was niet de opzet van dit boek. Dat doet je wat, hè? Dat doet je wat. De tranen in mijn ogen ervan.